Ja, dat staat aan. Hey Miram, hallo. Hallo. Nou, alles goed? Ja, perfect. Ja, nou, heel erg bedankt voor de tijd voor de interview. En want ik doe dezelfde studie marketing en communicatie op het MBO. En het is een versnelde traject. En wij moeten voor persoonlijk leiderschap moeten wij 3 mensen interviewen. En ik heb jou 1 daarvan gevraagd. Dus ja, heel erg bedankt voor de tijd. Prima, let's go. Nou, ik ben zelf heel erg in de cryptowereld en ik had ze door verschillende te zoeken ben ik erachter gekomen dat jij ook zelf ook crypto doet. En hoe is jouw wereld van crypto? Wanneer was je begonnen? Ja, ik ben zelf trendwatcher. Ik ben altijd heel geïnteresseerd in nieuwe technologische ontwikkelingen. En in 2010 kwam Ronald van Woensel, een super technische, slimme programmeur die altijd heel erg veel weet over achtergronden, die kwam naar mij toe. Die zei: Heb je dat gehoord over Bitcoin en de blockchain? En ik zei: Nee. En hij zei: Ja, het is een nieuwe digitale munt die echt gemaakt is om op internet geld te kunnen overmaken zonder derden. Ik zei: Oh, ik ben echt helemaal niet in geïnteresseerd. Ik wil er echt helemaal niks van weten. Er zijn al zoveel van die nieuwe digitale initiatieven geweest. I am not interested. Dus dat was het eerste in 2010. Toen kwam hij in 2011 en zei hij: Nou, het is nu live en het werkt en mensen maken geld naar elkaar over. En het heeft nu ook een waarde. Het is nu meer dan een euro. Nou, en het is al enorm omhoog gegaan. Toen zei ik: Oké, nou prima, leuk. En het is nog niet gehackt. En toen heb ik er 100 bitcoins gekocht. Het was heel gedoe om 100 bitcoins te kopen. En die kostte toen 7 euro per stuk. En Oké. dus ik denk, nou ja, oké. Dus 700 euro heb ik eraan besteed. Die zaten op een mobiele telefoon. En daarna heb ik het weer vergeten. En in 2013, toen hoorde ik weer van diezelfde Ronald van Woensel. Ja, hij is nu 700 euro geworden. En ik, oh, wauw. Moest ik weer die telefoon zoeken, die was ik kwijt en ik had de voeding niet meer. Nou, in ieder geval, uiteindelijk heb ik die 700 bitcoin, heb ik die 100 bitcoins weer teruggegeven. En heb ze op een gegeven moment gevonden en heb ze verkocht voor 70.000 euro. En toen heb ik er een Tesla van gekocht. Dus die auto, die heeft mij uiteindelijk 6 miljoen dollar gekost. Want als ik het nu had, dan had ik 6 miljoen dollar gehad, of 5 miljoen. Dat varieert een beetje. Maar dus dat is de allerduurste Tesla die ik ooit gekocht heb. En dat was mijn kennismaking met deze ontwikkelingen. Dus kicking en screaming, omdat ik het helemaal niet wilde, ben ik er toch mee in aanraking gekomen. En nou ja, dit was mijn eerste ervaring. Oké, interessant. En omdat die Tesla al zo oud zou zijn, want u heeft hem in 2013 gekocht of later? 2013. Heeft u daarna nog een nieuwe Tesla? Want we zitten nu 10 jaar verder. Ja, nee, ik heb toen 3 jaar later heb ik die Tesla verkocht voor 60.000 euro. Voor 90.000 gekocht, 60.000 euro verkocht. Dus ja, toen heb ik een Model X gekocht. En die heb ik 7 jaar lang nu gebruikt. En die ga ik nu verkopen, want ik heb in het begin van het jaar een Model Y gekocht. Dus ik heb er heel lang. Maar goed, dat was een veel goedkopere auto dan die. Want die heb ik gewoon met euro's gekocht eigenlijk. Ja, dat is een verschil. Dat is een verschil. Dat is inderdaad een verschil. Voordat uw carrière was begonnen met Trendwatcher, welke opleiding heb je gedaan? Oh, een beetje complex. Ik ben zo iemand die heel veel verschillende dingen heeft gedaan. Dus ik ben begonnen met natuurkunde, want ik kon goed natuurkunde. Dus dan ga je naar school en dan ga je natuurkunde studeren. Na 1 jaar heb ik mijn propedeuze gehaald. Als ik geloof, waren 3 of 4 mensen van de eerste 100 die dat gehaald hadden. Maar ik was inmiddels geïnteresseerd in de maatschappij. En ben toen overgestapt naar politicologie. En dat is de studie van macht. Uitvinden wie heeft een hekel aan wie? Wie maakt oorlog met elkaar? Hoe organiseren ze landen? En dat heb ik toen gestudeerd, heb ik dan een kandidaat gehaald. En toen dacht ik, ja, ik moet toch ook iets kunnen. Dat is zeg maar een soort bachelor. En daarna heb ik lesbevoegdheid gehaald, economie. Want ik dacht, ik moet een baantje hebben. En economie kon je altijd lesgeven op school. En vervolgens heb ik bedrijfskunde gedaan. Dus dat waren mijn 4 opleidingen. En 6 weken voordat ik klaar was met die opleiding, ben ik een eigen bedrijf begonnen. Dat had na 1 jaar 20 mensen en daarna 40, 50. En ik heb daarna 4, 5 bedrijven zeg maar gestart in Amerika, in Rusland, allemaal andere dingen. En toen ben ik trendwatcher geworden, waar ik verhalen hou over de toekomst van nieuwe technologie. Dus dat is een beetje mijn achtergrond. Oké, dat is interessant. En leeft die bedrijven nog steeds of was je ermee gestopt? Al die bedrijven die leven eigenlijk allemaal nog. Eentje
weer goede lessen geleerd. Op een gegeven moment, ik ben daar toen, mijn meest interessante bedrijf was een document management bedrijf voor AutoCAD, dat is tekeningen. En toen ik wegging, was dat ongeveer 10 miljoen gulden omzet. Dat is toen doorgegroeid naar 20 miljoen euro omzet, en weer 10 jaar later, toen zat ik ook nog in. En toen is het verkocht aan Gilde, een VC, voor 20 miljoen euro. 4 jaar later is het voor 80 miljoen verkocht en 3 jaar later voor 240 miljoen. Dus wij hebben het verkocht toen het voor 20 miljoen. En toen had ik nog maar een heel klein percentage van de aandelen, toen bij 20 miljoen. Dus het is echt gewoon van, ik had eerst 33% van de aandelen en daarna is het een heel klein gedeelte geweest. Dus dat bedrijf dat groeit, dat bloeit en groeit. En andere dingen als Perfect View is nog een heel goed levend bedrijf. Ik heb ook Media Plaza gedaan, dat was een stichting om internet te bevorderen. En ik heb ook een aantal start-ups gedaan die te maken hadden met video op het internet. En het laatste bedrijf wat ik gestart heb is DiamondPix. Dat gaat over crypto. Dat heeft AI-robots die bepalen voor mensen om wanneer ze erin en eruit moeten stappen. Zodat ze zonder al te veel stress een portefeuille kunnen hebben bij Bitfavo bijvoorbeeld. En die robots die kopen en verkopen het dan. Dan krijg je een mooi overzicht. Kun je zonder al te veel problemen een goed rendement maken zonder dat je er zelf veel aan hoeft te doen. En zijn dat dan meer nieuwe coins die bijvoorbeeld op dag 1 lanceren of die al op een market cap of 2 miljard waard zijn? Ik moet zeggen, wij zitten vooral op diamondpix.com. Die zit echt vooral op de top 50 bedrijven. De top 50 munten eigenlijk. Dus we hebben 1 strategie die werkt alleen maar op Bitcoin. We hebben een 2e strategie die werkt op Solana, Bitcoin en Ethereum. We hebben een 3e strategie die zit in de topmunten voor de altcoins. Maar daar zit dan ook Ethereum en Bitcoin bij. En we hebben ook nog een strategie die heet Bizarro. Dat zijn al die munten waar jij altijd op doelt. Van die munten die helemaal niks waard zijn, maar waar iedereen in internet over lult. En allemaal pump-and-dump schemes en dat soort zaken. Dus daar hebben we ook, omdat mensen dat graag wilden, hebben we daar ook een strategie voor gemaakt. Maar die is heel erg, dat is heel erg omhoog en omlaag en omhoog en omlaag. Dat is best wel heel moeilijk. Dus wij zetten vooral eigenlijk serieuze munten met een serieus doel die wij op denken dat op lange termijn gaat overleven. Maar deze markt is natuurlijk heel erg in beweging. Dus, maar officieel ja. Wij zijn eigenlijk wel heel erg bezig met serieuze dingen. Dus wel de munten die al gewoon 1 miljard of meer waard zijn, minimaal. Ja, omdat het zo hoog zou zijn. Mm-hmm. Qua waarde. Ja. Wat zijn de favoriete cryptocurrencies die je hebt gezien? Die bijvoorbeeld op DiamondPix zitten. Ja, op zich is natuurlijk de Bitcoin zelf is gewoon met bijna 55% van de totale waarde is toch de meest interessante munt om naar te kijken. Met Ethereum als 2e en Solana als een enorme, zeg maar, runner-up. En ik ben vooral eigenlijk, enerzijds is het een investment vehicle. Bijvoorbeeld Bitcoin is vooral digitaal goud. Daar gebeurt eigenlijk niet zo ontzettend veel als meer een investeringsvehicle. Ethereum is een werkpaard waar allemaal andere munten op worden gebouwd die echt dingen doen. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in Solana, want dat is een munt die heel veel transacties kan doen tegen hele lage kosten, wat met Ethereum niet het geval is. Ja, munten. Ik heb de ontwikkelaar van Cardano, zeg maar, Charles, heb ik een aantal keer geïnterviewd. Die probeert heel serieus een goede munt te maken. Die vind ik heel interessant. En Polkadot vind ik ook een. Ik heb die Kevin Wood heb ik ook geïnterviewd. Dat zijn allemaal mensen die ik heb leren kennen, die ik geïnterviewd heb. Waar ik geïnteresseerd in ben. Maar ik ben eigenlijk vooral ook geïnteresseerd in munten die bijvoorbeeld CO2 bijhouden. Of die bijhouden of energie neutraal is. Of die AI-data, waar je voor data om AI te trainen, zeg maar, kunt doen. Dus dat zijn allemaal specifieke munten. En dat zijn niet altijd de munten die wij bij DiamondPix doen. Want wij proberen altijd een iets wat meer volwassenere munten te doen. Dus, maar dat heeft wel mijn grootste interesse. Ja, nee, ik zelf zit nu in één AI-token. Ja. En ze zijn bezig gewoon. Het is een vrij nieuwe nog wel. Het is Type.ai. Zeg het nog eens een keer, hoe? Type.ai. Type.ai, oké. Ja.
Dat is de coin die ik heb. Ja. En dat is ook een AI token. En die staat stabiel. Want de markt van nieuwe coins staat best wel stil op deze tijd. Hopelijk gaat die. Want het wordt gezegd dat het kan stijgen als Trump zou winnen. Maar dat kan je nooit echt zeker weten. Ja. Dus dat. En daarna kan het altijd ook nog misschien dalen. Ja, en tijd.ai is typisch ook weer zo'n munt. Hè, die is dan begonnen. Hè, die is in maart begonnen. En dan, dan stijgt die naar €2,70. En dan zie je enorm pump en dump. En dan wordt er heel veel... Hè, natuurlijk, AI was razend populair eigenlijk. Is razend populair. Dat zie je wel met Nvidia en allerlei andere dingen. En er gaat heel veel geld in. Dus ook degene die daar een nuttige functie kan vervullen in AI, zeg maar, vaak ook data, dan die doen dat goed. Maar in dit geval lijkt het op het ogenblik gewoon een muntje. Het heeft een enorme piek met €2, €3,45 en daarna daalt het naar €25, gebeurt er niks. En dan hangt het er vanaf of ze er echt iets kunnen doen. Of de technologie beter wordt, of de developers het gaan gebruiken. Op het ogenblik zie ik daar niks in. En, maar ik ben wel heel erg geïnteresseerd op het moment dat nou bijvoorbeeld nu een tweede... Hè, dat er een tweede piek gaat komen. Daar kijk ik natuurlijk dan ook echt heel erg naar. Maar ja, er zijn een heleboel munten die vergelijkbaar zijn met type. Je hebt Miria en Echelon en Superverse en Big Time. En daar zitten dan wat andere die bijvoorbeeld niet zo gaan en dan heel erg een piek en dan dalen. Maar die langzamerhand omhoog gaan. Dat vind ik dan echt, daar heb ik dan meer vertrouwen in. Dat ook, en dat, even kijken hoe die nu staat, die, dat was, want ik doe het vanaf een decentralized wallet, gewoon een decentralized wallet, daar staat dan al mijn crypto op, van nu, en ja, er is nog één die staat, dat is nog maar de vraag of ze het gaan, of ze dat beter gaan laten werken, want ze hebben een slim plan. Ja. Dus het moet wel hopelijk zijn dat het plan echt werkt. Absoluut. Daarom, als je een beetje hier in deze markt zit vol met briljante mensen die echt een doel hebben en die iets willen verbeteren. Het zit ook heel veel met mensen die gewoon alles willen doen om gewoon geld te verdienen. En voor de rest interesseert ze geen ene moer. En er zitten ook een heleboel mensen die geen idee hebben. En dan weer een beetje met dit meedoen en dat meedoen. Het is een hele ongereguleerde markt waar je niet kunt, waar je helemaal niet weet of informatie te vertrouwen is. En het ene kan een compleet scam zijn. En het andere kan een fantastisch team zijn dat heel goed bezig is. En om dat uit te vinden is verschrikkelijk moeilijk, zeg maar. Ja, het kan nooit echt. Nou, er zijn wel een paar. Ja. Aken ook hoe je kan zien of het een serieus kan zijn. En wanneer het echt zeker een scam is. Mm-hmm. Want ik heb wel gezien van. Ja, dan vind je een coin. Dan ga je kijken even naar de betrouwbaarheid als het net is gelanceerd. Website. Even kijken, zijn er identificaties bekend? Als de website al Engels spelfouten hebben, dan is dat al klaar. Dan is het gewoon snel getypt. Ja, nou ja, je ziet hier bijvoorbeeld, hier is een muntje, zeg maar, een vergelijkbare munt, zeg maar. Mm-hmm. En dan zie je dat die prijs omhoog is omlaag gegaan. Maar je ziet aan de andere kant dat de hoeveelheid geld, de market cap, is omhoog gegaan. Dus de volume... Er worden steeds meer munten gereleased. Waardoor het uiteindelijk ook al is de omzet. De waarde is van. Even kijken, we kijken hier nu naar €3. Nu gedaald naar €1,19. Maar de waarde van de market cap is weer zeg maar gestegen van 2,5 miljard naar 3, zoveel. Terwijl de prijs is gewoon factor 3 keer gedaald. En dan kun je kijken, nou, wat is er voor nieuws? En waar wordt het gebruikt? Gebruikt het ook? Nou ja, er is eigenlijk helemaal geen nieuws over deze bepaalde token. Dus het is best moeilijk om uit te vinden. Maar het is wel heel goed om dit soort dingen te... Je leert er een hele hoop van. Ja, vooral in market cap. Daar staan. Ja, en dat geldt hetzelfde voor aandelen. En hetzelfde geldt voor allerlei zaken. Als je hier mee bezighoudt met deze markt, dan
Hopelijk ben je A, kritisch, B, cynisch. C, dan op een gegeven moment denk je van, nou, voordat ik iets vertrouw, moet er echt heel wat gebeuren. En dan, je gaat niet uit van vertrouwen, maar je moet eerst gewoon, zeg maar, bewijs zien dat iemand een integriteit heeft en niet alleen maar doelen heeft om gewoon iets te verdienen. Oké. Dus, nee, dat heb ik wel meegemaakt. Ja. Iedereen. Dat heb ik meegemaakt. Dat was, het bleef goed gaan, het bleef stijgen en dan ja. Je hoopt dat je meer geld kan maken ermee. En toch niet. Dan heb je, ben je alles verloren. Ja, inderdaad. Dan denk je van, oké, dit is goed. Dan kon je echt met blij zijn met dat je keer 8 was gegaan. Had je een mooi bedrag. En ja, toch niet. Ja, bij eigenwijs. Heel mooi. Nou, je bent goed bezig, Merdam. Dus dit soort denken is, dit soort dingen leer je heel erg veel van. Ja, en dan als dan vrienden zeggen van, hey, heb je een crypto voor mij? Heb je een crypto in mij? Is dan, kijk, van mijn nieuwe klas, die mag niemand. Ja. Dus dan zou ik zeggen, nee. Maar kijk, bij Mio of Joost, dan zou ik het wel even van eentje af en toe delen. Maar dan voel ik me schuldig. Ja, heel goed. Dat is ook echt gewoon, want het is ook echt gewoon van, je moet ook als inderdaad het van het zeggen, jongens, is, ja. Het is echt heel, het is heel moeilijk. Maar Joost is ook eentje van jouw interesse. Is Joost ook eentje van jouw interesse? Ja, Joost vindt het nog steeds heel leuk. Ik was heel goed met Joost. En toen even niet en nu weer wel. Oké, goed. Mooi. Nou, ga door. Ja, vind je aandelen beter of meer crypto? Of welke van de twee zou je... Ja, ik vind crypto een hele interessante wereld. Eén, ik ben altijd toch een beetje een rebel. Dus ik ben altijd geïnteresseerd in nieuwe dingen. Dus de aandelenmarkt is zo oud als de 17e eeuw. Hè? Dat begon eigenlijk met de VOC, dat Nederlandse uitvinding. Ja. En ook de beurs. Dus wij zijn daar heel erg... maar het is ook het is natuurlijk een hele grote, gigantische wereld waar crypto maar een tiende van een procent is of zo. De totale waarde is 60 triljard. Nee, dat is niet waar. Het is nu ongeveer, zeg maar, de hele cryptomarkt is 1/3% van, 1/3% van de aandelenmarkt. Dus, maar goed, het begint echt een serieus bedrag te worden. Het is 2 triljard. Maar ik ben altijd geïnteresseerd in nieuwe dingen. En deze technologie die gebruikt wordt voor crypto. Om waarde heen en weer te schuiven via een blockchain. Is veel opener, veel transparanter. Kun je veel beter zien. Ben je niet afhankelijk van een third party. Er zijn nog hele andere dingen waar je wel afhankelijk van bent. Maar ik vind dit een heel veelbelovend iets. En ook dat vindt überhaupt iedereen in de wereld. Want ja, iedereen is bezig met central bank digital currency. Dus ook de centrale banken zijn ermee bezig. Zowel in Amerika als China als in Europa. En het is een hele mooie manier. Als ik op een gegeven moment als ik iets overmaak naar jou, dan verdwijnt het uit mijn rekening en dan komt het bij jouw rekening. Nou, dat is zoveel simpeler dan als ik geld overmaak van mij naar jou. Dan gaat het via allerlei banken, hele complexe systemen. Of als ik een aandeel koop. En dat verkoop ik aan jou, dan moet dat via een hele ingewikkelde beurs. En deze nieuwe technologie, die vind ik heel open, heel transparant, die is heel veilig. Dus daar ben ik eigenlijk veel meer geïnteresseerd in dan in aandelen. Dat desalniettemin ben ik natuurlijk best wel geïnteresseerd in sommige bedrijven. Ik vind dat hele verschijnsel van aandelen, vind ik echt een heel ouderwets systeem. En daar ben ik veel meer geïnteresseerd in de toekomst. Ja, ik vind het ook interessant, want zeg maar, daar moet je het wel nog steeds zelf doen. Maar bij de Nederlandse banken, daar kan je niet crypto kopen. Je moet echt naar een andere app toe om echt te zeggen, ik wil die nu kopen. Ja, gaat veranderen, hè? Gaat veranderen. Ja. Er komt nu in Europa een MiCA-regeling. Dus eigenlijk betekent dat de hele crypto-wereld wordt gereguleerd. Er komen voorwaarden, net zoals een aandelenvoorwaarden zijn, komen er nu ook voorwaarden voor de crypto. Dat wordt geïntroduceerd aan het einde van dit jaar. En de komende 2 jaar zal dat gewoon normaal worden. En dan kun je zien dat je dan vanaf... Dan zul je zien dat je in de loop van die tijd zul je
op je ABN AMRO rekening, op je Rabo rekening, maar ook op alle financiële tussenpersoonrekeningen kun je dan gewoon crypto's kopen en verkopen. Dat zie je al een beetje komen. Er zijn van, hè, voor Bitcoin zijn er mogelijkheden om in je aandelenpakket stukjes Bitcoin te kopen. Nu ook Ethereum erbij. Begint te komen. Maar nou, als de regulering beter wordt en minder pump en dump, en dat bedrijven aan, dat organisaties die zich mee bezighouden aan regels moeten voldoen, en die zijn best streng, dan zul je zien dat dat eigenlijk ook een beetje in elkaar gaat overlopen. Ja, nee, ik zit zelf bij een andere bank, want mijn Nederlandse bank denkt veel te moeilijk. Absoluut. En welke zit jij bij? Nu bij Revolut. Oh, Revolut. Maar hoe zit dat? Kun je bij Revolut nu crypto kopen? Ja, ik kan crypto kopen, ik kan aandelen kopen. Ja, Revolut is een fantastische zeg maar, voorbeeld van een bank. En die is echt die is heel snel met innovatie. En je kunt inderdaad, zij zijn een voorloper op gebied hoe dat gaat. En ja, ik heb ook een account, zeg maar, genomen op Revolut. En, maar ik heb nog nooit eigenlijk daar dingetjes in gezet. Dus hoe is het jou bevallen om vanuit Nederland dit account te krijgen? Makkelijk, ja. Ik had eerst maar ik had het gewoon aangemaakt en ik dacht, weet je wat, ik ben echt klaar met ING. Dit was eerst nog geen Nederlandse bank. Nu wel. Nu valt het wel onder de Nederlandse bank in die groep. Ja. Maar het was echt veel fijner. En ik heb gewoon een contract. Als het ware, ik betaal per jaar een bedrag. En dan krijg je ook voordelen. Je krijgt kortingen op sommige abonnementen. Dus toen dacht ik, nou, ik neem het wel. Ja. Want ik kan ook dan leuke artikelen lezen van de Financial Times. Want daar komt ook wel iets. Ik denk zelf dat Bloomberg wel net iets beter is. Maar de Financial Times doet ook wel wat. Oké. Okay. Nou, mooi. Dat is echt, ja. Maar het gaat even over een bank, zeg maar. Het gaat een bank. En dit is ook wordt gezien als een creditcard. In Nederland doe je heel moeilijk. Kost heel veel moeite om een creditcard te krijgen. En in Amerika kan je niet met je ING-pas betalen. Ja. En met dit wel. Ja. Ja. Oké, mooi. En dan nog even één laatste vraag. Want ze hoeven niet allemaal te komen. Maar het is wel fijn dat ik ze even allemaal heb. Ja. Wat zijn de adviezen voor investeringen om in voor crypto? Ja, als ik dan eventjes reclame voor mezelf mag maken. Hè, dus het ligt er echt een beetje aan wat je nou eigenlijk wil. Hè? Dus het ligt eraan of jij nou hoeveel tijd je eraan wilt spenderen. Want dat is echt een groot probleem met crypto. Je kunt daar heel makkelijk heel veel tijd in stoppen. En ik weet niet of iedereen dat nou eigenlijk wil. En dat zou ik eigenlijk omdat ik er zelf heel veel mee bezig was. Ik heb ook heel veel conferenties georganiseerd over crypto. Ik heb ook met de Nederlandse Bank en alle grote banken samengewerkt. Ik laat zien, jongens, het belang van crypto is niet alleen maar dat het geld is, maar is ook dat het een manier is om waarde heen en weer te schuiven met elkaar. Ik investeerde dan ook een beetje, maar ik had eigenlijk helemaal geen zin om daar elke dag heel veel tijd in te stoppen. Dus toen ben ik met een aantal mensen, zijn we dit bedrijf begonnen, Diamond Picks. En wat je daar kunt doen, is dat je eigenlijk op een meer hoger niveau op crypto kunt investeren. Dus je krijgt een mooie wallet, je connect dat naar Bitfavo of naar Kraken. Je hebt een cryptobank, daar zet je je geld neer en je connect het met ons. En wij gaan dat op een gegeven moment dan, met bots gaan wij dat beheren. Wij gaan zeggen, oh nee, nu moet je uit de markt. Ja, op het ogenblik zijn we uit de markt, want ja, de hele zaak gaat naar beneden. De altcoins gaat naar beneden. Bitcoin gaat naar beneden. Dus wij zorgen dan ervoor dat iedereen die dan bij ons connected zit, zijn dan eigenlijk die is dan terug naar euro's. En dan op het moment dat het weer begint, dan stappen wij weer in, zeg maar. Nou, dan hebben we dan inderdaad allerlei resultaten. Maar vooral, je hoeft ook niks te doen. Je hoeft er weinig mee bezig te houden. Wij voeden je wel met informatie zoveel je wil. Maar wij laten dat dan op een gegeven moment zien hoe dat werkt. Nou, dus dat is daar zou je eens een keer naar kunnen kijken.
Het is altijd goed. Ik zeg altijd, ik zei vroeger altijd van, joh, koop nou gewoon 1 bitcoin. Toen waren die bitcoins 2.000, 3.000 euro. Koop nou 1 bitcoin voor je per kind. En dan kun je hem helpen daarmee. Op het moment dat, dan zat ik met kinderen van 12 of 13. En dat was mijn advies. Koop nou zo'n bitcoin. Spendeer er niet tijd aan. Leg hem gewoon weg. En geef hem aan je kind als hij 25 is en zijn opleiding klaar is. Dan kun je hem helpen om om een huis te kopen. Nou, die dingen die zijn nu... Ja, die dat waren toen van 2000 nu naar 60.000, 50.000 euro gaan. Maar dat is nog steeds gewoon mijn advies om een klein stukje, al is het maar een paar duizend euro voor ouders en ook voor kinderen, voor jongeren, zou ik zeggen, joh, doe elke maand een tientje erin, hè, om daar een beetje mee te experimenteren. Koop wat munten, kijk eens even wat werkt, want je leert over hoe de markt eigenlijk werkt. Als je dat niet wil, dan zijn wij een goede mogelijkheid dat je er iets in doet. En dat wij helpen. Wij houden het voor jou in de gaten. Dat kun je dan doen en dat kost bijna niks. Dus dat is wat... wij hebben een plek. Maar het belangrijkste is, begin eraan. En kijk wat je doelstellingen zijn. Als je wil leren hoe die cryptomarkt werkt, dan moet je vooral eigenlijk zelf aan de gang gaan. Wil je gewoon een beetje kijken van, je hebt er wel vertrouwen in op langere termijn, dan kun je zo'n platform gebruiken. En je kunt daar zoveel tijd in stoppen als je maar wil. Want dit is echt iets wat nu nog aan de beginfase is. Ik vergelijk het een beetje met internet in 1994. Toen ik er heel enthousiast over werd. Toen begonnen mensen, die begonnen toen, eerst de universiteiten waren erin. Eerst was Defensie in internet. Toen was de universiteiten in het internet. Toen gingen gewone mensen in 1994 mee aan de gang. Wij zitten nu misschien in 95, 96, zeg maar, op het gebied van die cryptowereld. Dus dat gaat nog heel veel veranderingen betekenen. Dus dat is gewoon leuk om naar te kijken. Begin ermee, leer ervan en dan bepaal je op een gegeven moment wat je wil daarmee. Want het is ook echt gewoon heel veel technologische verandering. Wij gebruiken bijvoorbeeld heel veel AI om op een gegeven moment te kunnen voorspellen wat nou eigenlijk hiermee gaat gebeuren. Dus het is ook heel belangrijk wat je doet met deze technologie. Oké, heel erg bedankt. Goed, Merdam. Nou, leuk dat je er zelf zo ontzettend actief mee bezig bent. En ja, ik ga er ook zelf weer eens even naar Revolut toe. Want ik heb een account, maar ik heb het al heel lang niet meer gebruikt. Dus dat ga ik in ieder geval weer eens even doen. Bedankt in ieder geval voor dat jij aan me gedacht hebt. En groetjes daar. Dank je. Fijne dag.